Hoi, ik ben Mout, de kinderburgemeester van Veenendaal. Jullie hebben allemaal wel eens gehoord over het coronavirus. Je hoeft je er geen zorgen over te maken, maar je moet wel voorzichtig doen. Ik vind het zelf een beetje apart dat we nu niet naar school hoeven, want je ziet natuurlijk ook geen vriendinnen en zo. Bij ons thuis hebben wij een schema gemaakt van hoe laat we aan school gaan werken. We hebben alles via de mail gekregen en we moeten ook gewoon gymdingetjes doen. Dus er is ook tijd voor leuke dingen. We moeten nu natuurlijk zorgen dat we goed onze handen wassen en goed afstand houden van de mensen om ons heen. Je kan natuurlijk nu nog wel gewoon buiten spelen, maar zorg dat je niet te dicht komt bij grote groepen. En als je iemand in je omgeving hebt die verkouden is of die zich niet zo lekker voelt, zou ik zeker niet met andere mensen gaan spelen. Toen ik kinderburgemeester werd, wou ik heel graag dat kinderen vaker met oudere mensen omgingen. Nu kan dat niet. Mijn opa en oma gaan Skype installeren, waardoor we met ze kunnen videobellen. Mijn andere oma, die woont hier in de buurt, dus die kan gewoon langslopen en dan naar ons zwaaien. Maar die mag niet naar binnen, want dat is ook niet goed voor haar. Want stel dat een van ons besmet is, dan kan het voor haar gevaarlijk zijn. Er zijn ook kinderen en die maken allemaal kaartjes en die sturen ze dan op naar oudere mensen. En daar worden ze dan vrolijk van. Ik wil jullie nog één ding vragen. Blijf goed op elkaar letten, zorg goed voor elkaar en help elkaar. Vooral oudere mensen.